Het coronavirus raakt onze samenleving hard. Nu moeten we sterk zijn. En dat zijn we. De oproep is om fysiek afstand te houden van elkaar. En ik zie gelukkig mensen dit volop doen. Maar tegelijkertijd komen we als samenleving dichter bij elkaar. Voor mensen die dachten dat solidariteit misschien iets van vroeger was. Nee, ik zie overal mensen die opstaan voor elkaar. En we kunnen elkaar helpen. Bijvoorbeeld door de instructies serieus te nemen. Zoveel mogelijk vanuit huis werken waar dat mogelijk is. Ik ben zelf ook zoveel mogelijk thuis, hier in Brabant, waar veel mensen al getroffen zijn door het virus. Al die getroffenen wens ik veel sterkte. Maar van sommige mensen vragen we veel meer. Van onze zorgverleners die niet thuis kunnen werken. Onze mensen in de supermarkten, politie, schoonmaak, transport. Zij blijven elke dag naar hun werk gaan met risico's voor hun eigen gezondheid. Ik heb daar heel veel respect voor. Maar als wij dit van onze zorgverleners en al die anderen vragen, dan verdienen zij ook alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die nu ziek worden. Zij moeten zich geen zorgen hoeven maken over of ze nog boodschappen kunnen doen als ze net een dubbele dienst hebben gedraaid. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om hun werk goed en gezond te kunnen blijven doen. Net zoals de vaccins, we mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier straks woekerwinsten uit gaat slaan, waar wij als samenleving voor opdraaien. Het zijn ook onzekere tijden. Veel mensen maken zich zorgen over hoe lang dit nog gaat duren, over hun gezondheid. Maar er zijn ook veel mensen met grote financiële zorgen. Zij zijn onzeker over wat er gebeurt met hun inkomen, met hun baan. Al die mensen met een onzeker contract. Al die mensen met een eigen bedrijf, al die ZZP'ers. Zij worden nu keihard geraakt. En wij vinden dat we voor elkaar moeten zorgen. Afgelopen periode hebben de grote bedrijven miljarden winst gemaakt. En deze winst moet nu ingezet worden. Dan maar even geen uitkering aan de aandeelhouders. Maar al deze miljarden moeten gebruikt worden om deze crisis te overwinnen. Samen moeten en kunnen we voorkomen. Dat er bij deze crisis gebeurt wat we bij die eerdere crisis zagen. Dat het de mensen zijn die het hardst werken voor deze samenleving die de klappen moeten vangen. Dat laten we dit keer niet gebeuren. Iedereen die geraakt wordt, moet gegarandeerd een crisisinkomen krijgen. We zullen het samen moeten doen. En we kunnen het samen. Ik wens iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Let op elkaar.